Dat zijn akker in die machine moet. Oké. Die akker moest gewoon wel in die machine. Oeh, we zijn live. In gaming. Crash that ass, it's about time. Yaji. We krijgen een nieuwe character daarbij. Crash that ass, gaat goed. Ja, ik hoor dingen, dat het demo is. Demo trailer. Yeah. Ja, dus een trailer voor de demo. Bruh. Wat voor een clickbait is dat? Je laat de trailer zien van een demo. Ik wil best wel spelen. Ja? We zijn live, jongens. What's up, my fellow N-words? Ja, ik weet niet, man. Ik heb 2 uurtjes geslapen. Nou, ik had gehoord dat dit een korte stream zou zijn van PlayStation, dus... Dan kan ik ze heel snel die huiswerk maken en dan ga fucking slapen. Je maakt 2 uurtjes geslapen, bro. Ja, ik weet... Ik weet niet, man. Ik had te veel aan mijn hoofd, gewoon. Wel, ik ga hier nou ook slaan. Ja, het is bedtijd. Morgen school. Ja, dat klopt ook. Ik had een hele cringy review gekeken. Van... Je nog die movie Cuties? Ja, ik heb het nog niet gekeken. Ik wou het kijken voor de meme. Ik zou er niet naar kijken, want er zijn heel veel nigger signs van kleine meisjes die zitten te twerken en het is heel ja, ik weet het. Uncomfortable en je ziet zelfs underage theory, zo. Oh nee, man, nee, alsjeblieft niet, nee. Yes, you see that fucking shit. It's so fucking bad. Ik heb een paar reviews erover gekeken en 1 persoon was fucking gestoord, jongen. He admitted to being attracted to kids. Hou op, alsjeblieft. Ik snap, we zijn nu overgestapt. Stam naar YouTube om te livestreamen, maar als je begin je over zulke dingen. Ik ben bang. I'm not joking! Ik weet het, man. Jongen, ik ben echt bang gewoon. Ja, stress kan ik niet goed ik slapen. Ben niet, ik ben niet getraumatiseerd van gisteren fucking Apple. Dat is gewoon Apple natuurlijk, maar je weet van nooit. Apple. Sony, please don't take that in this video. Nee, Sony is niet zo erg. Oh bro, ik plaats ook de link gooi. Ik heb het al op mijn Switch. Oké, dan hoef ik het niet te gooien voor jullie, oké dan. Oké, YouTube zegt dat de bitsnelheid van het geluid opgefokt is, maar dat klopt niet denk ik. Ja, toen ik dat zei, wist ik niet dat we live waren. Ja, maar aan de andere kant is het weer YouTube, dus... Ja. Oké, nee, geluid is perfect. Ja, ik bedoel... Bro, ik ben hoogwaarschijnlijk van plan om misschien niet die tablet te halen. Om jou. Oh. Ja, het is hoogstens dat ik denk dat ik misschien... Ik ben echt legit gewoon 50-50 op deze shit nu. Dat ik...
dat ik misschien eindelijk mijn nieuwe PC-kast koop en nieuw power supply unit en de rest flans ik in elkaar met oude parts en geef ik het aan jou. Oh. Serieus? Ik zit... Wat? Was dat die antwoord? What the fuck? Maar ja, zoals ik zei, ik zal niet aan die movie kijken, want Netflix wordt er ook over gecanceld. Ik dacht iets emotioneler, shit. Allee, ook. Hoi. Damn. Emotions? Kort. Heel kort. Ja, man. Ik dacht wel een klein beetje wat gelukkiger toon, maar... Ouchie. We hadden het snel en kort. Ja, ik moet zorgen die is 10 uur. Ah, ik ben ook bij die dingen. Bij die showcase. Ja. Tingle biddies. IGN. IGN is... Wat de? Wat de kutshit. IGN is ass. De kutshit. New Super Mario Bros. Is tough. Old school tough. Maar hij lijkt er kapot veel voor. It's just as challenging as the classics. Bro. Nou. Nee, sorry, dat gaat niet gebeuren. Stream getting taken down part 2. Nee, het is zo niet. Ik had die vorige showcase had ik gelivestreamd en er was niks gebeurd. Het is gewoon letterlijk Apple. Apple staat bekend gewoon om die shit te doen. Dus het is niet nieuws. I crashed it as... Waarom I crashed it is recht op Ja, ze hebben eigenlijk... Insert annoying orange joke. Er is een kan op rails. Het is een Sonic game, man. Man, ja, zo je... Ja, dat geeft... Grap, Abie, ik wil gewoon fucking iPhone 8 Plus kopen. Kan dus, man. I hope they show Neck 3. Bro, Neck 3 voor de fucking... Yes. Opeens zullen ze zeggen Neck 3 voor de Switch. I play it. Sackboy. Oh ja, hun versie van Super Mario 3D World. Sackboy, yeah. Nog wat of zo. Sackboy the Big Avenger. Bro, als ik ooit PS5 had gehad, dat halen, maar dat is mijn ding gewoon. En die ene rare monster gem waar je andere auto's moet bossen. Die rare bot auto game. Wat doe je? Fuck, hoe heet die game nou weer? Twisted Metal? Volgens mij is het dat het, ja. Grap, Twisted Metal is al... Dat is al way back, man. Dat is PS2, denk ik. PSP, PS2. Sonic Rifles. Je hebt toch op PlayStation 5 zeggen? Was Sonic Rifles HD. Je gaat zomaar vastzitten in die Twisted Mansion. Twisted... No. Nee, geen Twisted Mansion. Blue, mag geen... Maar, ik weet niet. Mag geen jokes daarom, want ik bedoel, mensen vragen al van Sonic Colors, voor dit studio. Laten we geen jokes over maken voordat ze echt Sonic Rifles 1 en 2 opzetten op de Switch. Ik bedoel, ja, je kan natuurlijk je Switch hacken en fucking, hoe die shit retro nog wat It wouldn't gooien. Be good, though. Ja, dat doe je. Needs to be HD.
Ja, maar ik weet niet hoe ver je HD kan doen. Ja, fuck Sonic Colors. Ja. Ik zweer, we kunnen een heel fucking podcast maken gewoon over hoe erg we Sonic Colors haten. Luister dan. Wat komt er dat act 4 van Astro World? Ja, toch? Waar je die drill moet gebruiken om alleen om verder te komen, ja. Ja, dat was Sonic boring. Dat was boring as hell. Next time, Cloudcast. Grap, Cloudcast is gewoon in development limbo gewoon. Om dat te fixen, dat moet echt heel goed zijn. En dan moeten we, we moeten ook goede topics hebben en shit. Sonic and the Secret Rings is ass. Ik moet, ja, oké, okay, weet je wel. Ja, waarom niet? Luister dan. Ook kon no. Dat je met de motion controller moet spelen. Nee, de game is fucking shut up. En wanneer je zegt de batterij is leeg, ben je automatisch dood. Thomas. Hey, was het niet echt dat ding is dat Sonic door blijft rennen? Ja. Die fucking extra missions zijn ook garbage. Dat sowieso. Raken. Bullshit. Je zal deze mag niet vol raken. Extra mis. Oh ja, ik weet het weer. Dat is zomaar. Je moet een level halen zonder dat je moet jumpen. Wat is dat? What the fuck? Hoe moet ik langs gaan als ik niet mag jumpen, kill? Wat ben je? Maar wat ik het meest dying vond en de irritantste, achterstevoren, dat je van achteren naar de finish jij moest. Met je Wiimote. Oké, boys. Kijk. Dit is podcast material shit. Waar volks hebben op... Oh, wacht. Het begint? Oh, nee. Fuck, ik dacht het. Oh. No, it isn't here yet. Nee, fuck. Ik dacht al. Die muziek stopt opeens. Nee, maar... over de PS5 en shit. Hoeveel gaat het kosten? $1 trillion kajillion fuck ton. Ja, waarom niet? Waarom niet? Red, wat denk jij? Probably 5 more than 500. Ja, het kan sowieso niet. Nee, het kan echt niet meer dan 500. Ik wil het serieus niet, het is 500. Fucking hell. Hoeveel de prijs van PS5 gaat zijn? Dat verschilt heel erg. Wacht. Wat was... Wat was de... Wow. Huh? Leuk? Huh? Ja, ik hoor je nu. Ik wou zeggen, wat was de... Toen PlayStation 4 voor het eerst uitkwam, wat was de prijs van die? 400. Oh, fuck. Ik bedoel, dat kan. Heel veel mensen zeggen 400. 400. Ik hoop dat het 400 is. Ik, ja. Ja, ik ben... Ik bedoel... Sony zei dat ze moeite deden om dat ding goedkoop te houden. Ik ben benieuwd. Want ja, we weten allemaal, Xbox Series X en... Wacht, ja, Xbox Series X is 500. Xbox Series S is 300. En alweer, ik ga nog steeds om Childos rent fixen over de fucking Series S. Maakt niet uit wat Boogie 2988 weet ik veel. Die heeft al opgefokt. Rich van Refutech USA heeft hem ook al bedij. Maar grap. Sorry, ik ga renten. Ik wil die disk drive hebben. Hij gaat een... Microsoft moet een disk drive maken. ik hou me even voor tot ik echt gewoon die moed heb om die video te maken.
Die name is al zo stom. Wacht, Microsoft heeft geen dinges. Disk drive. De Series S. Die goedkoper. Dus de opvolger van de One S. Ja. Is de Series S. En ze zeggen eigenlijk dat de nieuwe generatie eraan komt. Heet alleen Xbox. Ja. Dus in principe Xbox S. Want mensen zeggen toch snel Xbox Series S omdat het in die titel staat voor de ADR. Dus ja, de Xbox Series S. Heeft geen disk drive. Ja. Dat is echt onmeet. Oh, en dan moet je nog realiseren. Er was een Xbox One S die zonder disk drive kwam. Wat was de fout dan? Het was €250. Grap, dat was niet nee, man. Voor 250 kon je gewoon tweedehands. Je kan het zelf goedkopen. Ik heb je zelf meerdere keren gezegd. Denk, fucking. Even duur als wat. Een fucking Nintendo 3DS in nieuwe staat of zo. Zoveel kost een One S met een disk drive. En misschien nog 1 tera. Maar wat dan wel? Grappie, dat is. Er is geen physical copies, oef. Ja, daarom. Daar ben ik een beetje boos. Kiel, dat klinkt alsof je een tweedehands PlayStation Vita met de 3DS koopt. Maar nu ga ik mezelf. Nu kom ik met het tegenargument. De reden is denk ik, want dat ding was wel met de One S. De disk drive had 4K, had ultra Blu-ray ofzo. Dus je kon gewoon 4K. Het was eigenlijk de ultimate Blu-ray speler, om het eigenlijk te zeggen. De goedkoopste Blu-ray speler die je kon krijgen. En grappig genoeg, in Japan verkopen ze. Ze adverteren letterlijk gewoon de Xbox One S als een fucking DVD speler. Of als gewoon, ja, gewoon een media device. Wat ik mij nog steeds afvraag, en dit is van PlayStation 5. Wat doet die media remote eigenlijk? Hetzelfde sinds de PS3, man. Het is letterlijk gewoon dingen. Wow. Je kan gewoon die dashboard navigeren en al die shit. Oh, wauw. Ik dacht... Wauw, ik dacht het was iets speciaals gewoon. Ja, ik bedoel, ik had al gevoel van... PlayStation Move back. Oh, nee. Nee, PlayStation Move is niet echt... Het is geëvolueerd naar VR. Dat is om het zo te zeggen. Which is much better. Ja. Dus ja, dan ben ik een beetje pal over de series. Ik dacht van... Oh yes, nieuwe console generatie. We kunnen allemaal op jumpen. Nope. This drive? Wat is dat? Who are you? Ik doe die 60 spellen spelen. Oh, en dat is ook nog iets wat naar buiten is gekomen. Dus de Xbox Series S is even krachtig als een One X. Dus ja. Mensen denken automatisch. Dus je krijgt de One X Futures. Dus bijvoorbeeld je kan 4K spelen of... Tenminste toch 1440p, want zo adverteren ze die CSS. Blijkbaar niet. Je speelt letterlijk gewoon de One S versie van die gamma. Van die backward compatible gamma. Om het zo te zeggen. Maar je krijgt wel HDR, dus dat die kleuren mooier uitzien en al die shit. Dat ook de ding is. De FPS gewoon stabiel is. Dus ik zal zeggen, Bayonetta. Ja, de eerste Bayonetta en dan backward compatible. Het moet smooth werken dan. Want die gamer had geen FPS cap, dus... Hey. Het is nog steeds niet live. Nou, nog 8 minuten. Ja, we zijn heel snel begonnen, man. Ik heb ook heel snel alles kunnen klaarzetten. Ik had meer volgen. Heel veel andere mensen zijn ook heel snel begonnen. Ja. Holy shit, 122.000 mensen kijken. Op Twitch, althans. Ik vraag me af als hoe die dingen eruit gaan zien. Die PlayStation dashboard. Ja, want die in die vorige stream toch, dat... Ja, ik was daar. Ja, jij zag met mij. Het was alleen een klein stuk en dit zit. Het denk op die van de PS4, maar... Hè?
moet zo zeggen. Ja, want sinds die stukje dat ze hebben gecensureerd, dat je die PS home button moest drukken. Toen Sony zo gay deed om dingen zo schijnheilig, hele tijd dingen afkorten. Van, oh nee. Het ligt er echt bijna. Die andere stream, Sony, was echt een vriendje. Ja, gaf ze woorden me constant. Dat werd ik gewoon gehoord. Ik had al rot gevoel van, jullie gaan dat op het eind laten zien, stelt je op banas. Eerst denk je, je ziet die console, en wanneer je denkt van die high, je jump in die high train, jump in die verkeerde high train. Echt joh, what the fuck. We gaan nog wel weer kijken of mensen nog steeds Smash spelen op 3DS. Hou op. Ja, op. Ik had gisteren nog tegen iemand gespeeld en toen was hij gereedspeld. Ja, als het Mario Kart was, kon ik het nog begrijpen. Kleine kindjes pesten. Laat ze het maar op die. Laat ze maar op die telly spelen. Maar Smash. Grap, Mario Kart Tour kan eindelijk gewoon in landscape. Sinds hier? Dus je kan eindelijk omdraaien. Hier? Wat? Ja, je kan eindelijk nu. Je kan eindelijk Minecraft toespelen op dingen als je telefoon liggend staat. Oh, het liggen, dat is optimaal. Maar ja. Mario Kart Tour, you gross. Disgusting. Die game ziet er goed uit, maar het is gewoon wezenlijk potential. Ja. Die game ziet er goed uit, maar het is waste of potential als je 2 laps speelt en die tracks mag je maar 1 keer of 2 keer. En plus het zijn hetzelfde tracks. Oh, ik lees iets wat ik niet leuk vind. Echt helemaal niet leuk vind. Gaat het over PlayStation? Nee. Splinter Cell VR en Assassin's Creed VR confirmed at Facebook Connect voor de Oculus Rift. Facebook gaming. We wachten jaren voor een nieuwe Splinter Cell game. Don't kill. Hoe bedoel je? Dit is een VR game, man. Dat is echt nee, man. Dat is echt gewoon. Ja. Nee. Just like Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Dat is echt een klap tegen onze gezicht, man. Wat in de fuck is er mis met jullie? Nee, dat is een flik door de nutsack. Ja, dat ook. Wat in de hel, gewoon. Hoe wif je zo erg? Wel, shit, nog 4 minuten. I have been gejaaid. Oh, dat is het gewoon. I have been gejaaid. Oh, van alone. Oh, no one is playing today, Rip. Ja, is bad tijd voor hun. Zie, misschien mensen bossen in 3DS al deze dag. Bro, this game doesn't look good. It looks like ass. Yep. Wanneer niet? Vraag me echt af hoe die PlayStation 5 dashboard eruit ziet. Zie je die rare giants in die volgere? Ze drukken die home button, maar je bent gewoon gejaaid. Fuck met jou. Wat nu? 3 minuten zo. Ja, zeg dat maar. Ja. Dan komen die high quality games. Ook al dat ik die gamers die ik heb gezien.
heel erg mooi eruit ziet. Maar ik vraag mij nog steeds af. Yes. Dat ik mij gewoon nog steeds afvraag. Van die volgende trailer. Wat was het verschil van GTA 5? Grap, dat zal het niks laten zien. Ah nee, kaas. Nee, ze lieten denk ik... Ik denk iets van een fucking PS4, man. Dat was gewoon echt die begin... Ik denk die allereerste trailer, PS4. Die lieten ze alleen zien en zeggen... Het komt op PS5. Echt een moe voor die, jongen. In die volgende showcase... had PlayStation Sony al die games die gaat komen naar PS4. Gewoon die paar games. En GTA 5 was één van ze, maar ik kon die verschil niet zien van GTA 5, want het leek precies alsof ik die trailer kijk van PlayStation 4. Nee. Ik zag legit niks veranderen van GTA. Ja, ik ook. Ja, oh, 1 minuut. En iemand dan niet zal hier het pesten. Hij heeft een 57. GTA 5 hoeft niet echt veel te veranderen. Ik bedoel, ja, ze hebben het teruggebracht, maar het zag er gewoon heel normaal uit. Ja, natuurlijk. Het is het dinosaurus van een game, jongen. Ze gaan echt niet niks meer flashier hiermee doen. Opeens, het is 10 uur. Opeens zien we shorts of je hand in weg. Opeens je die. Nee. Ik zie dat het bij mij gaat beginnen. Oh, baby. Ik kon me dat niet meer herinneren, jongen. Ik doe me denken aan 3 dingen. Ja, man. Het gaat beginnen! Oh! Yeah. Wait, what? Contents may contain what? What the fuck? Ah, ik zie namen. Is dat Nek? Yes, Nek. Nek, please. Nek, doe je, please. Kun je die game al... Oh, mijn god. Nek, please. I need it. Als het echt komt, ik ga spoor met Steve kijken. Ik kijk al die andere vervolgen morgen. Miauw. Oh, Hitman! Spolder, man! Het gaat beginnen. Oh. God of War 4, part 2. Nee, het is Godfall wat je zag. No, dus... I'm asking for it. Oh. Ah, we krijgen dat sowieso. Ik zie games die ik al heb. Oh, het speelt zich op een PC die een PS5 probeert te emuleren. Oké. Okay. Yeah. Wat is het? Final Fantasy 16. No. Shut up. No more Final Fantasy, please. Baby, kom maar. Basketball. Sick. Ik zei Final Fantasy. Serieus. Ik kijk niet eens goed. Volgens mij... N-word, dude! Volgens mij, jullie zijn verder. Ja, grap, je moet het refreshen. Wat, hè? Ik denk je moet het refreshen, dan kom je gewoon bij. Oh ja, ik zie die dingen daar. Oeh, het ziet er best wel... Het ziet er goed uit, maar het is ook weer rough, man. Maar aan de andere kant, het is wel een PC die een PS5 moet emuleren. Ik heb die dinges geriefd. Dit is Final Fantasy. It's called Final Fantasy, and there are so many games. Witte Chocobo? Oh, holy shit, die fighting. Grap. It looks so fake.
Blue, Lannister dan? Shut up. Ik hoop dat ze een ding is maken uiteindelijk. Een nieuwe DCD af. Met deze kerk. Hey, witte chocobo, ai. Ja, white supremacy. Bro. Holy shit. Die comeback ziet er wel tof uit. Ja, man. Ja, natuurlijk ziet het er tof uit. Het is een fucking trailer. Nee, het heeft die dingen. Ik denk ze zeggen... Kom dat tegen Sonic... Zeg dat tegen Sonic Forces dan. Nee, maar boys, even serieus. Ja, Sonic Forces. De Final Fantasy-stijl, het is... Het is net als Final Fantasy... Final Fantasy 15 en Final Fantasy 7 remake. Dus ik... Ik haat mezelf nog steeds dat ik geen Final Fantasy 15 heb gespeeld. Terwijl ik het op Xbox Game Pass heb. Ik bedoel, ik mag het in principe free spelen. Oh shit, wat voor Death... Wat voor Metal Gear Solid 5 shit is dat? Ik zie... Psycho Mantis. Die gebeuren. Nee, broer. Man uit de vleugels. Er is zo'n bandende ding in... ik weet niet, zo'n bandende man in Metal Gear Solid 5. Oh, yeah. Ja, je kan niet tegen matten. Je moet hem constant uitzetten of je moet hem proberen te capture. Maar capture gaat moeilijk worden. Is dat Snake? Oh nee, grafatten, dat lijkt niet op Snake. Deze Final Fantasy ziet er wel uniek uit. Ik weet niet, man. Het ziet er best wel leeg uit. Oké, dat ook, maar... Het looks like... Only... Mats? Noctis! We krijgen een Noctis. Waar is een Noctis? Nee, grap is geen Noctis. Nee, weet je wat ze moeten doen? Ze moesten Wave zetten. Ja. Dan weet ik dat deze game meteen... Final Fantasy 16! Holy shit! Nigga, shut the fuck up. Jezus, Hollandse patat. Ik ga pakjes op voor de wereldmap. Jeffrey, leuk dat je ook bent, maar je hoeft niet per se de pakken uit te schelden. I said the N-word on three brothers. Shit, cancel culture? Maar dat kan niet, want ik ben de president van cancel culture. En jij bent de vice-president van cancel culture. Oeh. Ze kunnen ons niks aan. Final Fantasy. We moeten zien of we gaan nog een generatie verder. Als in mijn game zien van... Oké. Het was alleen Final Fantasy was laten zien op een PC. Dus ik denk dat Final Fantasy 16 dus een alpha was. En toen kon die shit niet op PS5 fixen. Oh, Spider-Man! Miles! Spider-Man? Spider-Man N-word. Waar is Spider-Man? Wat bedoel je, Peter Parker of? Nee, Miles. Oh. Peter Parker heb ik genoeg gezien. Het is Miles op beurt. Ja, ik moet letterlijk zijn gamma. Het is tijd voor de Black N-word. Spider-Man. Mm. Kaas. Ben ik het of is de stream? Of is die livestream nou een beetje choppy? Het ligt niet aan jou. Ik voel alsof mijn stream heel langzaam gaat. Het volgt, laten we zeggen, waar jullie zijn. Ik weet niet. Ik ga juist altijd op Twitch, omdat Twitch juist zo vloeiend is eigenlijk. Ja, ik ben gewoon op de Switch. Als ik Twitch ga, moet ik die link Twitch wel... Twitch is garbage now. Nee, ik bedoel dingen. Ik bedoel dingen, gewoon... Dan moet je zelf spelen of zo. Via ons kijken of zoiets, dat bedoel ik. Ah ja, kijk gewoon via YouTube. Oeh, Roxxon. Ik vraag me af wat deze plot twist gaat zijn. Ja, man. dit is de echte man, de Spider-Man.
Brian. De Tinkerer is de villain? That's his name? Ja. Yeah. What a puss! Kaas. Oh. Die ding is, die villain, ik bedoel, de team van de Tinkeren, ze zijn paars. En, yeah. Want, en die oom van Miles is ook een villain, eigenlijk. Is wat was de naam ook weer? Fuck, hoe kan ik dat vergeten? De Prowler. En die is ook paars. Ik bedoel, als jullie die Spider-Man animated movie hebben gezien, dan begrijp je het wel. Ah, ja. Ja, die yeah. Oh, en een kleine spoiler voor de comics. Hij was doodgaan, maar opeens is hij in de reboot teruggekomen. En is hij Iron Spider geworden. En nog steeds een villain. Maar het was badass. Dus ja, Miles heeft eigenlijk zijn eigen... Hoe noemen we dat? Sinister Six? Ja, Sinister Six. Oeh. Ik mag die outfit van de villains wel, man. Ja. Explosie boom boom, man. Ja, maar hey, god. Ik vind die is ook nice, man. Die van Miles. Ja. They're getting the ass beat, though. Ja, man. Oh, wow. Environmental? Die combat. Environmental? Eh. Dus je kan mannen gewoon weggooien. Oké, okay, dat is hard. Die man heeft elektriciteit. Ja man, dit is die nieuwe gek. Ja, Maas. Oh, hij kan onzichtbaar worden. Hé. Hey. Oh ja, natuurlijk. Wie is Peter Parker, bro? Stream, als jullie de film hebben gezien, Into the Spider-Verse, dan weet je in principe zijn movesets. Maar zo over nadenken, hij is al broken. Ja, die kill komt met de knuppel met de... Deze man is sowieso een anime. Hij is een anime zwart uit. Ja, dat is Nes. Ja, toch Nes met Violet's zwart, toch? Mark. Ja, maar je bent getaserd. But I have one question, though. Where's Elsa and the Joker? Wacht even, boys. Ja. Oh shit. Nee, Maas, alsjeblieft. Oh, what in the... Oh, dat is dope. Oh, there's someone in there. Oh nee, oh help. Is ook? Ja, oh, ja. Maar dit is toch zo mooi. Oké. Gekke action set piece. Oh lol. Oh, Spider-Man Homecoming reference. So strong. This is so fucking badass. Oh, fuck. Oh shit! Dat. Ma! Kan dat zo? Red, mute yourself eventjes. That was fucking amazing! Dat was lit. Ik kan
schoonmaken. Jongens, gaan hetzelfde doen en net als dingen die volgens doen. Valt mee toch? And people said superhero games are dead. Nou, ik bedoel... Ik bedoel, we krijgen dingen. We krijgen, wat was het? Gotham Knights en Suicide Squad. Kills the Justice League. Wacht, Warner Brothers Games? Why isn't there... Grap! Krijg gewoon een Harry Potter game, man. Harry Potter? Oh mijn god, het is die geroemde... Nee. Hold on, what? Harry Potter... Ik denk, het is de Harry Potter RPG. Die geroemd was. And it's not Legos, bro. Ik ga die bed losmaken, man. 0/10. Wat als het een 1800 is, is dat dan... Die andere shit waar met heel veel controversy was. Also, I'm hesitant to trust anything with the label Suicide Squad. Oh, yeah. Nee, Blue, dit is goed te missen. En in de nieuwe film, die is geweldig. Dat gaat geweldig worden. People said that the last time. Nee, Blue. Heb ik ook, jongens, hoe heet die shit? Guardians of the Galaxy is gezien. Ja. Yeah. Het was goed, toch? Ja. Yeah. Hetzelfde regisseur. En de regisseur heeft nu tijd gekregen om die dingen goed te kunnen developen. Ze weet... Oké, I trust it now. Ja. En als je de trailer ook kijkt, denk je van... Oké, dit is goed. Dus... What in the hell? They really be making the Harry Potter game. Ik wist dat dat een rumor was. Maar... Oh, fucking Dementor. What in the hell? Harry Potter is zo moeilijk, kerel. Nu ben jij een fucking wizard. You're a wizard. So, is this with a CAC system? Like, what the fuck? Is het een MMORPG of is het nou... No. Het heeft gotcha system. Grappig. No, grappig. Nee, dat hoop ik echt niet. Hogwarts Legacy. So I'm assuming this is with a custom character system. Ja. Sounds pretty dope. Ja, ik zal het durven te spelen. Ik vertel het dan. Het is van Evelyn Studios, hè? Like, dus die chop is van Just Cause. Moet ik bang zijn? Nee, Raven Next Software. Week, please. Het is Raven Software. Ik denk dat het... Hi boys, ik ben weer terug. Ja. Yeah. Ik heb gemist, man. Harry Potter RPG. Harry Potter game, Ik wist dat komt die Black Ops. Ja, deadass! RPG Harry Potter game af. Ik moest hem mijn broer helpen, man. Hij zei het echt jou al ver op zijn kamer. Bro. En nu komt Call of Duty Black Ops Cold War. Het speelt zich af in 1980. Hahaha, millennial. Hahaha, Blue Monday. Die man! Nederland? Ben je... Nippe Amstel? Nee, letterlijk! Nederland? What? Nee. Moet ik je schieten soms? Als het die mag, wat the hell? Waar is Nippe Amstel? Verkeerde gimmel. Ja, helaas wel. I'm assassin, roar. Harry Potter, iPad... Maar is het is HD? Ja, het is geen Lego, het is echt legit. Ik zag Amstelveen, die... Ja. Ja, maar kijk daar. Boys, die man zet is een probleem, man. Je kan gepopt worden, dat.
Hij heeft hem gewoon... Ja, maar zes. Hij heeft hem direct bij zijn ding gepopt. Die man praat niet. Maar die Harry Potter is HD? Ja, girl. Ja, Red, het is HD. Dat is op elkaar. Hey. Het is geen Lego. Hou op met dat. Het is geen Lego. Lego games zijn gewoon. Hey, ik zei niet slechts over, maar ik bedoel, al die Harry Potter gamma's, ik bedoel, welke is bekend? Die Lego's. HD, het is RPG, ja. Ik denk dat ik die ding morgen terug ga kijken. Mason, de nummers. Wat voor vieze headshot is dat, kerel? Kill them all. Oh, shit. Oh. What was that? Dit is de Black Ops, hoor, man. Oh! Dat is nasty. Je kan nog... Oeh! Let's go. Let's go before the play. Je kan hem nog als schild geven. Ja, man. Wat, kill? Wat voor Far Cry-achtige... Ja, kill. Dit is voor een Far Cry kill. Kill. Far Cry Fast and the Furious ass looking. Eentje komt met RCXD! Wat? Zo'n kapot heet! Kiel, deze gimmers, deze Black Ops is niet een joke, zie ik, man. Die rare Far Cry dingen. Waarom worden ze in de hoofd gestoken en dan kregen ze die rare headshot. Kill die kill, kill zo in de hoofd, is echt één kill. Wat is Mario kill? Fucking RCXD. deze Black Ops is niet juicy, maar ze denken Mario Kart. Mario Kart 9 ziet er goed uit. Mario Kart 9 ziet er goed uit. PlayStation All-Star Racing. Kijk wat ik ook Fatou vind. Dat ding gewoon verder. Dit ziet er zo zielig uit, kill. Arms way. Hé, je mag schieten als een Boku! Schiet als een Boku! Dat was Amsterdam? Sideways! Ik zag snippet Centraal Station? Bro, laten we geen jokes doen. Ik denk het is echt zetten al. Gap, ik zag die trams. Ik zag trams, dus ik dacht automatisch dingen, man. Ik hoop dat ze een Centraal Station maken. Wat voor rare Black Ops Far Cry looking game is dit, kill. Mannen worden op hun hoofd gestoken en dan worden ze kreeg ze headshot. Battlefield 5 be like, wacht boys, we gaan naar Europa. Call of Duty Black Ops Cold War. We gaan naar Amsterdam, boys. Ja, kill. Serieus? Wat ik ook grappig vond van die stickje. Is dat die dinges deed met vast aan de vijf test. Ik geef die granaat. You want bombs? It's yours, my friend. Call of Bean. Alpha. Next 3. Deze Black Ops is niet op joke, man. Je kan maar een rare joke kan leren. Wat is dit nu? Mac. Uncharted! Nee. Oh. Nee, joke. Resident Evil. Ja, oh shit, ik heb gelijk! Resident Evil 8! Resident Evil 8? Ja, Resident Evil 8 Village. Wait! What the fuck? Blue, het was vorige ding is al geannounced. Je moest erbij zijn. I don't give a shit. You must. Ook goeiemorgen, Blue. Shut up. Blue, kan je alsjeblieft uit je rot vandaan komen? Wat? Kan je alsjeblieft uit je rot vandaan komen?
Naar wat? Kan je uit je rots vandaan komen? Nee. Oef. Vel zegt serieus dat? Mijn rots heeft een race gewonnen, Kel. Je weet niet. Rocky. Precies. Wat voor storytelling shit, Disney shit is dat, Kel? What the fuck? Kill, wat in de hel? Bro, vergelijk het niet met Disney, kill. Disney nee. Je gaat... zo'n storyboekachtige shit zien. Kill, dit is Coraline, kill. Ook goed. Wat doen ze met... wat hebben ze gedaan met deze kid, man? Grap, wat in de... Woyo, hey, man. Ik moet echt van... Ik moet echt eens naar Evil 7 spelen. The Resident Evil 7's trailer was pretty weird, so... Oh, Resident Evil 7 is nu op Game Pass. En met de DLC's, dus ik ga dat spelen. Yeah, boy! Ik wou die game eigenlijk parten, maar opeens zag ik dat er van, oké. Laat maar, dan ook maar legit. Resident Evil, Village. Wow, how creative. Ja, ik weet het. Did the same thing, Biohazard. Ja. Ja, 2021 weten we wel. En Chris is de villain? Grap, wat hebben ze gedaan met... What the fuck? Ja, grap, like, wat voor... Did Chris become edgy or something? Ik denk hij werkt undercover. Ik denk dat was in die eerste of tweede DLC van Resident Evil 7. Not a hero. Didn't watch that. Oh, deze Gimma. Oh, wat was de naam? Devloop, denk ik. Yep, that's what it said. At least. Ja, oh ja, deze Gimma. Ja. Wat dingen. Van die eerste... Dat ding, er zijn twee... Je speelt als één van die choppies. Juist. En ze moeten elkaar proberen te killen, maar één van jullie... Of één van jullie moet de objective ejector fix of zo. Was het? Ja. Ja, deze was ook in die volgorde. This feels like fucking... TF2 with superpower. Blue, dit is best wel... Dit is... hoe heet die game? That's an insult. Nee. Fuck. Het was van Arcane. Dishonored! Het spot is Dishonored. Maar ik denk het klopt ook, want dit is van Arcane, denk ik. Van Arcane Studios. Het timeskip is unbeatable. Hij heeft niet getagd. Is dat een nail gun? I think. Yep, it reloads nails. Wie heeft Arcane het studio's drugs gegeven? Ik bedoel, Dishonored was al vaag, maar... What the fuck? Dishonored was fun. This feels like TF2 with superpower. Het heeft een tief. De manier hoe ze schieten, denk ik. Misschien die animatie is het. Die nail gun. Het moet me denken aan die chappie van Kill la Kill. It's no you. Waar hebben ze nog meer characters in gezet? Gewoon dat je kan spelen of wat? Power is freedom. Zo, je kan dat... Ze zijn ook met fire tegen dat... Ja.
D-E-D. En dan heb je die chickie. Oh shit, it's my mom. Wat? Ja. PlayStation console exclusive en also available on PC. En dan komt het vast volgend jaar uit op dingen, dus op Series X. Weet je, ik heb geen haat tegen PlayStation, want dan zal ik niet eens deze stream hadden gefixt. Ik ben wel liefhebber van Xbox. Yeah. Even though Xbox has no exclusives anymore. RIP. Alright, volgende game, man. Ze hebben exclusives. Devil May Cry? No, they don't. Wat? Devil May Cry? Shit. DMC? DMC? Devil May Cry? DMC? Special Edition! Oh shit! Natuurlijk! Natuurlijk! Zeg maar alsjeblieft, het is geen bootleg. Nee, Virgil is de playable character. Nee! Natuurlijk! Virgil is de playable character now. Hey, Devil May Cry. No. 5. Oh, je kan ze finish omhouden. Hij heeft een stand. Wat? Hey, Virgil, my boy. Yes, a stand. Wat in... Hij kan V oproepen? Hij heeft de... What the... Bro. What in the fuck? Hij kan V op... Hey, die man... Kijk, de stat enorm. Dat ziet er om een doop uit. Alsjeblieft, geef me meer content in dit. Geef me meer verhaal, alsjeblieft. I wonder if they're gonna add, if they're ever going to add multiplayer for this game. Ik denk... Because 3 does have it on the Switch. Available digitally at launch, PS5. Dus dat betekent dat hij ook op Series X is dus. Oké, dan. Helder. Dat ziet er onmin tof uit. Dat is hard, man. Dat is hard. Dat is het. No joke. Ik hoop dat dan... Ja, ik denk de PC-versie wordt gewoon geüpdate. Maar waar zijn die... Waar is Trish en Lady? Waar is hun gameplay? Oh ja, maar dat ding is toch... In Devil May Cry 4 Special Edition was playable. Ja... Ik had nog steeds niet met ze gespeeld. Dat ziet er... Dat ze trailer zeggen om me tof. Virgil met stand is klaar, hè. Die man is meteen al een JoJo-character. En hij kan V nog oproepen, no, maar dat ziet er onmeer gevaarlijk uit. What is this? Het is Oddworld, denk ik. Oh. Ja, maar demonen kunnen huilen. Die is echt gek, jongen. Devil May Cry. Special Edition? Ze praten niet lang. Virgil met stand is klaar. Oh, ze laten meer zien van Apes World, oké. Okay. Bigger. Better. Faster. Bolder. More brutal. Bolder. Oh, I hope they would actually show Bolder. Of Kinect 5. The hell. Oh, deze game. Ja.
I want Mac 3. Oh yeah, Oddworld Soulstorm. Ook in die eerste trailer. En showcase dat. Ja. Gamer. ASMR. Is dit die rare ghost-achtige gimmer? Oh baby, it's Dead Rising. Oh, of course. Nee, nee, joke, is joke. Nee, it's Dead Rising. Oh, no. Nee, zeg niet dat dit... Is dit Five Nights at Freddy's? Ja, oh nee, oh, nee, my God. Nee, doe dat niet, nee, oh, nee, nee, nee. Nee, alsjeblieft niet. No, het is Freddy Fazbear. I'm pranking you. Het is Freddy Fazbear, fucking... Oh, ik zie het. Wat voor disco is dit, girl? Ze hebben het Yusu hier... Nee, MadPat gaat weer shit 10 video's maken. Are you the different? Hou op. Five Nights at Freddy's Security Breach. What? They really did it. Gap. Blue. Oh my god! Nee, MadPat. They made a new one! They made another one! MadPat gaat nu 10 video's maken. Precies! Oh, help! Mag God de God ons helpen, alsjeblieft! Hij gaat dan 20 minuten video maken over die fucking standbeeld. Wacht maar, MadPat gaat alleen 20 minuten video maken alleen over die standbeeld, gewoon die we zagen van Freddy Fazbear. Die standbeeld. Oh, PlayStation. Oh, het is good. I need to tell all my friends about it. Het is dingen. Blue, ik doe het God of War, denk ik. Nee, Bluepoint? Oh, nee, Bluepoint. Oh nee, Bluepoint. Nee, Demon's Souls, sorry man. Ja, het is Blue Souls. Ik geloof dat het Demon... Dat moet wel Demon's Souls zijn. Wat? Of het is Bluepoint zijn gimma die zo... Ja, het is Demon's Souls. Ik zie die armor. Oh my god, it sucks. Het heeft de armor? Nee. Ja, het oh my god, it's ridder. Nee, het is Dark Souls de prequel. It is still Dark Souls. Ja. Maar ik bedoel... Ja, ik heb gelijk. Het is Dark Souls de prequel. No. I wonder if the PvP in this game is gonna be shit as well. Oh, backstep! Oh, baby. Oh, ik heb niet goed gezien. Ik dacht, Yusu was het geïnsereerd of zo. Nee. Ik keek te weg. Barry. Barry is best wel goed, man. Hij is geen echte gamer. Hij leest niet wat op de grond staat. Hey, hij is geen echte Dark Souls speler. Werd iemand dat in die rode dingen geschreven N-woord? Yep. Hij heeft toch gewonnen? Hij heeft toch gewonnen? Oh. Oh shit. One shot. Bury at least one enemy, dude. Oh shit. Yes. Oh yeah. Thank you. Oh shit, nog één. So, you want to be a gamer? Damn, you look extra thick. Die maakt niet eerst een zwart snel eruit trekken. Hij is meteen een Oh, Blue. Ik weet wat Pyro Cynicals in de volgende review gaat worden. Probably. I love to see it though. Another game of clock. Oh. Ik snap iets met Demon's Souls. Is nou alles one shot of... No. Of course not. These are just the easiest enemy. Oh. Of course they are not gonna throw like shit! Fucking
Abyss watchers at you. Er. Wanneer proberen te schreeuwen als Ike, maar dan worden ze gestapt. Wait, I remember seeing this ugly piece of shit before. Oh, so you died! Is he going to die? Oh, did he? Oh my god, he fucking died. Holy shit. That is... What the f... Oh. Well, is it dog? A dragon, why would he run into the fire? Dat leek op die PC van Dark Souls 2, man. The person who's playing is retarded. You die. Dan kom je achter gewoon dat de developer zelf dit heeft moeten proberen. En hij vindt het zelf wel moeilijk. It's so easy. You died. Demon Souls. Hij schat. Okay, volgende game. I'm gonna get Dark Souls on a Switch. Het gaat dingen zijn. Gran Turismo. Ik werd Gran Turismo. Nek. Daar heb ik ook nog steeds hoop hoor. Zeg niet dat ik echt gelijk heb. Oh, god. Nek. Fortnite! Oh. Nee! No. Ik hoor Nee. Ik hoor autogeluiden, maar ik zal niet denken natuurlijk dat dat fucking Fortnite zal zijn. Ja, Fortnite heeft wel auto-updates gekregen, maar fucking hell. Hey boys, laten we Fortnite spelen. What the fuck is this superpower bullshit? Coming to PS5, available at launch. Gap, deze hele game, maar ik bedoel, als het al op de Switch is, denk je niet dat het dan op de fucking PS5 zal uitkomen? Why does this need an announcement? Introducing the PlayStation Plus collection? Nani? Ik ga boos worden als ze nog niet de prijs laten zien. Dat is op niks. Dat is echt heel... Wacht, een nieuwe PlayStation Plus benefit voor PlayStation 5? Wat, nani? Wat zei Blue? No, I don't want to continue talking about Fortnite. God of War? Het is hun Game Pass. Bruh. Fallout 4. Uncharted 4. Weet je, misschien ik... Ratchet & Clank. Until Dawn. Game Dawn. God of Detroit War. Until Dawn. Bloodborne. Monster Hunter World. Detroit Become Human. Final Fantasy V. The meme gamma. Battlefield 1, serieus? Ja, yeah, Mortal Kombat. Even mijn second son. 28 stab wound. Ratchet of Clank. What did Batman Arkham Knight? Until Dawn. Arkham Knight, the best Batman game, they say. Als je de DLC speelt, dan is het wat beter. De laatste was remastered. Battlefield. In the game side. Persona 5. The Last of Us Remastered. Ja. Yeah. Resident Evil 7 Biohazard. Persona 5. But... I'm back. Resident Evil, yay, 7. Mortal Kombat. Ja, yeah, man. Of course, Mortal Kombat. Dus dit is hun versie van Game Pass Ultimate. Dus als je PlayStation Plus hebt, oké. Okay. Persona 5. Echt gewoon niet eens Royal. Nee, het is backward compatible, dacht ik al. Nou. De PlayStation Plus Collection. Oké, dan. Download game. Oh. Nu dat ik over nadenk, misschien wil ik toch de PS5 kopen. Ik bedoel, yes. ik had. Nee, ik ga alsnog voor. Uiteindelijk voor de Xbox. It has exclusives. Xbox has no exclusives. Blue, stop alsjeblieft. Nee, omdat die. No, they really don't. You need to know the truth. Blue. Alleen omdat... Get out of that rock. Blue, ik weet dat er nu geen exclusives zijn. En ja. Of nee, wacht even. Omdat games te releasen op de PC,
betekent toch niet dat ze geen exclusives hebben. Ik bedoel, zolang PlayStation 5 is niet That means it's not exclusive. Hou op, bro. Het is exclusive to the Microsoft. No, no, it's the truth. Oké, okay, bro. Oké. Dit is oké, boomer. Oké, bro. Oké, laat me zien waar ik de SSD moet zetten. Sony? In the front. Nee, in the back. It's on the front. It's on the front. Is dat de USB-type C? Oké, maar we weten al dat dit zo eruit... ziet. Wat? De digitale versie is 400 en die met de disc is 500? November 19. Wat? Wacht, oh, nee. November 12? Wacht, wij krijgen pas een 19 november. Oh. Wacht, wanneer krijgen we het? Wij krijgen 19 november. 19. Ja, Japan, UK. Oh, ik denk in US, denk ik. Ik weet niet, ik las het even niet goed. Die ding kost 400. Die zonder disc. Is 400. Hey, jullie, en dat die is met disc? Is 500. Dat is parren, man. Ja, zonder disc het is. Dat is parren, man. Oh, ze gaan... Red? Nani? Ik dacht dat ze gaan... Oh, God of War! Yes! Yo! Je begon te trippen, daarom. Wacht, je riep me net wat. Ja, je tripte, sorry. Oh. Serious God of War Ragnarok? Yes. Natuurlijk. He's fighting Thor. Dat gaat hard worden, hoor. 2021. Wat is dit? Hey, broer. You're react going to be happy. Bloed spijt me. Wat? Die PC wordt het niet cheap. Dat wordt een PS5 voor mij. Oké, okay, nee, dat is heel gemeen van me. Wat? Ik weet niet, ik denk dat zij niet... Weet je, kijk, het ding is, ik wil zo graag die Spider-Man dingen spelen, toch? Die Miles Morales, maar weet je wat het pijnlijk is van die? Het is maar 10 uur gimmel of zoiets. Het is, het, ja. I mean, what's good, it's good. Ja. Er is nog collectibles. Oh, ik heb die Harry Potter gezien. Dat zag ik om mijn hart uit. Ja. HD. Ja, cool. Oh, dat is best wel foto's. Ze zeiden ook dat het iets in 45 minuten zou duren. Ja. Oh, heb je die PS Cam? En die... Hey, die spendent. Nee, Blue, het is niet de iToy. Fuck off. Hij kreeg meteen die Spider-Sense. Dat... Ik voelde het. Ik voelde het. Maar mijn Spider-Sense is tingling. Nog steeds die Black Ops met die RTX. Yo. Is fucking dood. Nee, vest nee. Ik ga gewoon stuk om die Black Ops kill. 5000 Freddy's. Nee. Hoe is dat de next gen gamer? Ze the series is doing well. Ja, dat begrijp ik. Everybody loves it. Maar ik bedoel, we krijgen... Even I like it to an extent. Maar bro, we krijgen een 20 minuten video van MatPat over die fucking standbeeld. Daar heb ik geen zin in. Bro, don't joke about that. Someone made a video about... Boys, laten we gewoon voor de joke gewoon 10 minuten video gewoon. We praten alleen maar over shit en we zeggen iets over die standbeeld. We zeggen, ik noem het game theory. FNAF fucking statue. I mean, some of the things that MatPat makes aren't even theories. Like, it's food theories. With big quotation marks.
Ik bedoel, ik vond dat... Ik vind niet... Ik leerde wel dingen die ik niet wist. Dat geeft nog even wat toe. Een paar dingen zijn denken van... sus. Nigger. PlayStation senpai. Dus... Okay, boys. De stream is voorbij. Nee. Even een beetje... Okay. Even inneem wat er net is gebeurd. Ik vond die... Was dat niet scuffed? Hoe ze die fucking... Die prijzen lieten zien. Gewoon van... Ja, het is hier. Doei. Ja. Of van... Hier is het. Niet eens. Here it is. Wat ik ook zo wow, van de fans hebben het gewoon... Ze droppen gewoon die prijzen in. Alsjeblieft. Ze zetten nog al die content van al die anderen gewoon daar. Klaar. Dat is het einde. Oh mijn god. Oh shit. Here it is. Bye. Okay, het komt gewoon 2 dagen voor mijn verjaardag. Dat is echt pijnlijk. De stream was 2 out of 10. There was no neck 3. Disappointing. Okay, laten we kijken op het nieuws. Nee, dat is het is heel. We zijn. Oh. We zijn heel vijf. Snel. Knack 5. Ja. Oh, wacht. We zijn toch... Wow, het is echt 1 minuut geleden gepost. We're fast. Fast. Nee, man. Ik wil niet... Ik bedoel... Het is aantrekkelijk, man. Die digital edition. Maar ik wil een disc. Ik wil het. Het is een must. Chotaro part 4 looking ass. Ik ga weer... Ik weet wat me nog een rent. Oh baby. Dat betekent niet goed slapen. Okay, Sony heeft de prijs en verschijnende datum van de PlayStation 5 bekend. Ja, dat weten we hebben het zelf gezien natuurlijk. De versie met Blu-ray speler kost 500. En de digital edition zonder schijflader kost 400. In Nederland en België zijn de consoles vanaf 19 november te koop. Zo. In de Verenigde Staten, Japan en een aantal andere landen komen de PlayStation 5 uit op 12 november. Dezelfde dag dat de Xbox Series X en S verschijnt. Wat? Nou, niet. Dat is nasty. Ze wrijven nog. Dat is... Nee, dat ben je heel nasty. Dat je dat doet. Ze wrijven... Wat voor cybercuck shit is dat? Die trailer van Nero ziet... Oh man, die trailer van Virgil ziet er zo tof nog uit. Nog steeds fucking Virgil, moet ik echt nog steeds beseffen. Dus ja, de versie zonder schijflader is 100 euro goedkoper. Wat overige hardware betreft is dat digital edition identiek. Microsoft kondigde eerder al de prijs en verschijningsdatum van Xbox Series X en S aan. Die consoles kosten 500 en 300 euro en zijn vanaf 12 november weer vrij te koop. De Xbox Series X is een veel minder krachtig variant die ook geen schijflader heeft. Maar die is ook weer 100 euro goedkoper. Dus dan is die 300 natuurlijk nog shit. Ik word toch grappig, ik wil... Ik weet niet, ik heb een kut gevoel dat als ik die fucking digital edition aan, dat ik genaaid word. Ik ga me kloten voelen dat ding is. Dat ik een disc drive. Ik weet niet. Het voelt zo raar om een console te kopen zonder disc drive. Maar zeg, als Nintendo bijvoorbeeld een fucking variant van de Switch al releasen zonder cartridge of ding is, dus, zal maken. Ik zou me echt raar voelen. Zonder die disc drive, ik zou me echt raar voelen. Ja, het is echt... Het zou. Ja, dat... Kill, dan... Stel je voor, je gaat naar Mediamarkt. I know, kill my boys. Ik zou me wel blij voelen dat ik het heb gebaard, maar... Er komt nog een gevoel van... Ik wil gewoon niet... Je gaat naar Mediamarkt om gewoon geen disc in te halen. Alleen 50 euro bon of zoiets, of 60 euro bon. Ik zou me wel blij voelen dat ik het heb gehad, maar ik voel gewoon iets gewoon mis in de console. Ja, gewoon een collectie of zo. Of net als die Xenoverse situatie, bijvoorbeeld op
Online is het 60. En Convertible. Ja, physical copy is iets van 20 of zo. Nog steeds, man. Nee, maar die ding, moet voor mij die ding moet wel een disk hebben, disk drive. Die ding moet wel een disk drive hebben, want ik vraag me af als die prijzen van die games die terugkomen hetzelfde prijs zijn dat je ziet op PlayStation 4 Store. Ja, dat is ook wel. Oh, en boys, over Final Fantasy 16. Het wordt gemaakt door Creative Business Unit 3. Vertaling, dat is degene die gezorgd heeft dat Final Fantasy 15 was uitgekomen. En ik denk ook, als ik het goed heb, Kingdom Hearts 3. Dus deze game is safe. Het is safe. Ja, het gaat niet gedelayed worden. Still another Final Fantasy game, bro. Ik bedoel, wanneer was 15 uitgekomen? 2016? When is this series gonna die? That's what I'm question. In vorig jaar was het even remake. Wanneer jij jezelf naait, dan gaat het ook weg. I'll be dead by tomorrow then. Jij gaat zichzelf ophangen. Oh, yeah. Die endgame. Nee. I'm gonna fucking jump. Dit is echt. Dood hebben talen. Ga ik schreeuwen als Kirito. Ja, wat nog meer? Ja. Dat van Harry. Ja. Uitgever Warner Bros. In ontwikkelaar Avalanche hebben Hogwarts Legacy announced. Een open wereld RPG die zich afspeelt in het Harry Potter universum. Yep. De game verschijnt volgend jaar uit op PlayStation en Xbox consoles en voor de PC. Volgens de beschrijving van de game zullen spelers het Hogwarts van de jaar 1800 ontdekken in de RPG. Spelers zullen bekende en nieuwe omgevingen verkennen, beesten tegenkomen en kunnen toverdrankjes maken en zo de tovenaar worden die ze willen zijn. Het is gewoon de dream Harry Potter gamma die iedereen wil. Spelers nemen de rol aan van een student die van een geheim weet dat de tovenaarswereld dreigt te verscheuren. Wauw. De student kan oude magie waarnemen en beheersen. Spelers moeten beslissen of ze dat willen inzetten om iedereen te beschermen of over willen geven aan de verleiding van de duistere magie. What in the hell? This is just Xenoverse with an evil side. What the hell? Warner Brothers is de uitgever van de game. Avalanche is de ontwikkelaar en ook de Wizarding World en Portkey Games zijn betrokken bij het maken van de game. Hogwarts Legacy verschijnt volgend jaar, maar wanneer is nog niet bekend. De game komt uit voor Xbox One en Series X, S, de PlayStation 4 en 5 voor PC. Jezus, dat gaat tijdje duren om al die consoles op te roepen. Fucking hell. Ik bedoel, feel like playing it though. Ja, ik bedoel. Ja, man, ik zou best wel veel spelen, man. Dat is heel interessant. Ik bedoel nog steeds, man, die PlayStation 5, fucking hell. Ja. Dat. NGOC. Het is een deal. Het is wel een goede deal, though. Maar. Er is een maar. Die maar is heel zwaar toch eigenlijk. Het is echt een keuze die je echt goed moet maken. Gewoon. PlayStation 5. Lord Voldemort's long lost brother. Ja, oh mijn god, nu kunnen mensen dat maken. Yes, ik zie het al voor me. Iemand gaat sowieso fucking Goku maken. Ik weet het zeker. Hou op. Ik ga zo naar bed. Ik wil geen nachtmerrie krijgen. Yo, Wizard Goku. Someone is going to do that. Use your Kamehameha spell. Yes. Dit is. Vraag me af of het ook PvP gaat krijgen. Oh, dat zal leuk zijn. Dat zal echt leuk zijn. Maar nog steeds dit. Ik weet niet wat. 500 euro.
voor een disk drive. Het is wel. Voor mij is. I don't know if that's worth it though. Like, is it that big of a benefit? Ik bedoel. $100 extra for a disk drive. Kijk, Blue, het is de ding dat. Als je iemand bent die Collector's Edition koopt en zo. Je krijgt een disc. Het is, weet je hoe kloot het is? Gewoon, je hebt de Digital Edition en je koopt de Collector's Edition en je krijgt een disc. En dan kijk je gewoon van. Bro. En dan is het hoogwaarschijnlijk. Really funny. En Blue, het ding is, het is in principe al een keer gebeurd. Het was gebeurd zelf met Halo 5. De Collector's Edition van Halo 5. En er waren andere games, maar die van Halo 5 was best wel bekend. Mensen kregen een digitale. Een digital code voor de Xbox. Maar iedereen wou een fucking disc. Dus dat was een hele fucking gedoe gebeurd. Maar ik zou zeggen van fuck it, stuur dat ding op en je krijgt. Ja, geef ons een code en we sturen een disc. En ja, maar, hoe gaan ze dit doen? Hoe gaan ze dit doen met retail? It's gonna suck. Ja, sommige mensen, een borrel. Maar niet meer. Want ik denk misschien dat ik. Dit is. Dit is een. En dan moet je nog realiseren. Dit, ik bedoel, ik kan. Prijs! De hoogte van prijzen. En dat ding is, niemand gaat. Bijna, of in ieder geval mensen die niet gepreorderd hebben, die gaan dit ding sowieso niet krijgen. Nee. Dus daarom, ik weet niet, man. Dit is echt. Dit is een goede vraag. Dit is echt. Dit is mindboggling, want ik bedoel. 100 euro meer voor een fucking disk drive. Blue, we praten wel over een 4K Ultra HD Blu-ray. En het kan nog grotere, een nog grotere schijven aan. Ja. Zulke dingen, zulke Blu-ray plays zijn rete duur. En ik denk 100 gig denk ik maximaal of minimaal was het. Kan zo disc aan. Dus. En dan moet je onthouden. Dan heb je nog de Xbox Series S. Ik bedoel, ja, alweer de hele discussie over die disc drive. Maar dat is wel €300. Je kan de gewoon next gen games gewoon spelen. Het is alleen je speelt op 1440p of voor HD. Maar de meerderheid, denk ik, zal geen reet erom schelen eigenlijk. Want dat zijn heel waarschijnlijk de kindjes die dingen zo. De moeders en vader die zeggen. Oh, Timmy wil Fortnite spelen of wil gewoon fucking FIFA spelen. Ja, ik weet, bro. Maar het is wel zo'n. Het is wel de perfecte voorbeeld. Of iemand die gewoon FIFA wil spelen en shit. Ik weet niet. Dit gaat misschien verkeerd. Hoewel ik ook Xbox zijn. De CSS is een. Het is eigenlijk voor casuals bedoeld. Maar het is ook mensen die geen reet om schelen gewoon. Over 4K gewoon al die super overpowered shit denken. Die dat niet hoeven. I don't really care that. Ja, kijk. Ik bedoel, je kan. Je kan niks zien. Het beter zijn om. Geen fucking Switch graphics te krijgen. Ja, ik bedoel. Ik bedoel, 1440p is nice. Ik bedoel, ik ga binnenkort een nieuwe motor halen. En misschien een nieuwe graphics card. Zodat ik op 1440p kan spelen. Want ik heb een keer 1440p kunnen spelen bij iemand. En holy shit. Het is net niet 4K natuurlijk. Maar het is hoger dan voor. Er is wel wat kwaliteit. Maar je hebt ook die kracht. Gewoon die FPS is gewoon. Het speelt lekker gewoon. Dus daarom ben ik wel blij. Of dan, nee, in ieder geval. Dan ben ik geïrriteerd alleen met die disc van Series S. Ik bedoel, ik.
En dat van die backward compatible bullshit. Maar ik bedoel, als je iemand bent die geen reet daarom specifiek geeft, dan. En ook de snufjes en weet ik veel wat. Dan zeg ik Series S, man. En ja, als je toch overal denkt. En je bent een gigantisch S Xbox fan, misschien al, net als mijn. Heel veel andere mensen. Yeah. En je denkt, je wilt al die power hebben. Je wilt gewoon dat ding op de maximale kunnen spelen. Dan. Xbox Series X. En voor PlayStation 5 is het gewoon van hetzelfde. Het is hetzelfde, maar. Weet je nou, die disco, ja of nee? Het is 100 euro. I mean, yeah, I guess if you're going to get it, then why shouldn't I? Ja, dat speelt ook weer een rol. Want... Ik had het ding en wel wat meer consoles waren dan. Alleen als Sony. Nee, dat kan ook pas op PC nu. Ja, yeah, but. Het zou handig zijn om het op consoles te hebben. Ja, yeah, oké. Boomer. Ik bedoel, kijk, de Series S is heel aantrekkelijk juist, want dan moet je nog denken, hè. Ze geven je hoogstwaarschijnlijk een trial voor Xbox Game Pass. Ultimate, denk ik zelfs. En dat is, je krijgt je Xbox Live Gold, je krijgt een hele catalogus met games die je kan spelen, en elke first party game van Microsoft wordt erin gegooid. Direct om dag 1. En dan natuurlijk heb je Terraria, een hele gigant. Het is echt een gigantische S-catalogus. Minecraft zit al in. En dat allemaal. Pay voor. Hoeveel pikken voor? 14 euro of zoiets, denk ik. Zoiets. 14 euro pikken voor. En dat, ik bedoel. Dat is heel aantrekkelijk om alleen in de next gen te komen. En bij Sony, ik bedoel, ze hebben een soort van hun equivalent laten zien, maar het is blijkbaar een catalogus met alleen PS4-cammers die kan spelen. Wat eigenlijk goed is, want zo alweer, dat mensen niet zeggen dat ik biased ben tegen Xbox. Sony heeft de betere exclusives. PlayStation 4 ik wil niet zeggen van het begin af aan, het had niet veel, maar uiteindelijk begon, laat zeggen, hun exclusives begonnen heel groot te worden. En dat geef ik 100% toe. Maar aan de kant, ik bedoel, Death Stranding in Horizon Zero Dawn, ze zijn naar PC gekomen uiteindelijk. En dat is ook een strategie voor of hun exclusives komen uiteindelijk naar PC. En ik bedoel, Horizon Zero Dawn was wat tegelijkertijd gekomen met Zelda Breath of the Wild, dat was 2017. Dus 3 jaar later. Dan, ja... Zou je 3 jaar willen wachten bijvoorbeeld op PC om een exclusief te kunnen playen of? Nee, ik denk dat is niet waard. Maar alweer, consoles hebben we weer die... Het is easy, het is gewoon drop dat disc erin of weet ik wel. Ga naar die minuutje links, that's it. Dan speel je het al. Ja. Yeah. Dus ik zeg, je moet van heel veel fucking aspecten dit bekijken. Ik zeg sowieso, gewoon mijn definitieve antwoord is, CSS is... Het is gewoon easy mode gewoon daar. Koop dat ding gewoon. Je krijgt al. Het is maar 14 euro per maand wat je moet lakken. En als je een game wilt. Ik bedoel, ja, probeer maar op een grey market site te checken. En koop die game maar daarop. Ik wil steeds. Ik bedoel. Het is in principe hetzelfde. Het heeft een disc drive en het is gewoon fucking overpowered. En ik bedoel, ja. Niks speciaals. Nou, jawel. Ik bedoel, het is gewoon... CSX is gewoon overpowered. Dat shit gewoon. Dat is het. Maar ze banken op die ook voor die Game Pass. PlayStation 5. PlayStation 5 is... Het gaat denk ik even krachtig zijn als de CSX. Maar het heeft een shit ton of exclusives. En ik bedoel, we kunnen niet liggen dat Microsoft... Ik bedoel, Microsoft heeft letterlijk studios lopen kopen en shit. Ik bedoel, deze mannen zijn bezig. En ze hebben het laten zien dat ze... Hey, we zijn bezig met exclusives. Ze komen eraan. In PS5, ja... Ik bedoel... Het is... Dat is weer die klote ding vergeleken met Microsoft. Het zijn de tweezelfde devices. Weet je nou die discount? Nee. En het is een 100 euro verschil.
Nou, fuck off. Oef. Ah, dat is... Het is een... Dat is heel heavy. De wereld. Corona is een hele belangrijke ding in de wereld. Ga je de PS5 of de Xbox Series kopen? First world problems. Ik bedoel, ik moet het 100% toegeven. Ik bedoel, shit, die controle is 10 keer beter. Het ziet er echt gewoon 10 keer beter uit. Het is beter dan die fucking dubbelzijdige dildo. Ja, sorry, ik blijf gewoon de PS4 controle een dubbelzijdige dildo noemen, spijt me. En ik heb gewoon nog Pornhub gezien, dus ja. Oh my god. Nee, tenminste heb ik een hele goede reden, dus. Om het dat te noemen. Ja, tenminste ben ik niet meer in fucking friend circles van als je deze console niet haat, dan heb je ons verraden. Geen vrienden meer. Nee, helaas ben ik wel in een cirkel die... Oké, weet je wat? Iedereen die in de chat zit, gratis Children's Rants video. Deze gaat in Nederland zijn. PlayStation community is toxic. Hoe weet je dit? Dit heb ik letterlijk 5 jaar moeten meemaken. Omdat ik alleen een Xbox heb gekocht, omdat ik graag Xbox games zou spelen. Het was specifiek voor de hele 5 natuurlijk. Het is de hele 5 edition console wat ik heb. Sunset Overdrive. Forza. Gears of Wars. Dat is... In ieder geval, het was voor al die games gewoon... Die destijds uitkwamen in 2015. Dus letterlijk gewoon 5 jaar terug. En geloof me, ik zat echt met... Ik zat in vriendenkringen die echt zo toxic waren. Ik bedoel, het is maar een fucking dooskill. Het is maar een fucking doos met elektronica die een spelletje speelt. Sorry, precies. Ik ben echt zo volwassen geworden. Gewoon, het is ding dong. Het is maar. Ik bedoel, dat ding wordt gepowered. Kijk, ik kan het hier laten zien, denk ik. 8 custom Zen 2 cores. Wat is Zen 2? Het is de architectuur van AMD. Wat is AMD? Het is een x86 processor. Hetzelfde ook met de vorige generatie. Het zijn letterlijk computers. Ik bedoel, ja, als je het in Nederland zegt, spelcomputer, no shit, ik bedoel. Dat is duidelijk. Maar ik bedoel... Ik weet niet, ze zeggen ook constant shit. En ik wil niet zeggen dagelijks, maar ik bedoel... Om de raar moment werd er gewoon shit gezegd over constant. Dan wordt het specifiek naar mij gericht. Toen dacht ik van, oké, fuck off. En dat was eigenlijk... Je wil niet samen spelen. Ja, maar ik dacht van, grap, ik wil gewoon die spel spelen die ik wil. En ik bedoel... Denk je dat ik dan met zo'n community... Nee, dat wil ik niet. Sorry man, dat wil ik niet geassocieerd worden met zo'n community. En dat was ook de eerste stand waarom het zo lang deed. Waarom ik zo lang deed. Dat is denk ik een van de twee redenen waarom ik geen PS4 had gekocht. Was de community. Was batshit irritant. En de tweede reden was... Het was al op een moment dat de PS4 Pro kwam. Dus no shit. Waarom zou ik niet, als er een betere, sterke versie is, waarom zou ik die niet halen? Uiteindelijk heb ik dat gedaan. En ik heb hem eigenlijk moeten verkopen voor redenen. Maar in ieder geval, die van mij was super trash. Dus ik snap het 100% dus. En iets wat me een klein beetje wel pijn doet met PS5. Backwards compatibility. Het gaat alleen tot en met PS4. Of PS4 Pro. Dus als de game PS4 Pro compatibility heeft, dan wordt die automatisch ingeschakeld op dat. Dus het heeft geen PS3, heel jammer, PS2 en PS1. Ik bedoel, kom op, tenminste PS1 kan je toch doen. PS2, kan je doen. PS3, ik bedoel, iemand heeft al een PS3 emulator, werkt een PS3 emulator. Ja, het is nu een alpha beta fase, maar het werkt, ik bedoel. Ik vind het raar dat Sony dat niet doet. Ik bedoel, Microsoft gaat zijn hele ass gewoon voor iedereen gewoon van... Fuck it, bro, wil je fucking Ninja Gaiden Black spelen?
En je wilt dat het ook nog beter uitziet? Fucking ga je gang. Drop die disc erin. Oh, fuck it. Of het zit zelf op Game Pass. Speel het maar. Fucking hell. Sonic Heroes. Ah, nee, nee. Het was wel een cool ding van backwards compatibility. Omdat games oud zijn, moet Microsoft en hoogstens misschien, nou, Sony niet, denk ik. In het geval. Ik denk Sony wil niet in diezelfde, wil niet datzelfde dingetje doen. Maar wat ik bedoel is dat ze moeten gaan vragen aan license holders. En ze moeten een hele proces hadden van, yo, mogen we de games zetten? Ja of nee? Ze moeten door een proces. Maar uiteindelijk is het wel zo dat die proces best wel paard is. Voor Sony in dit geval, ik bedoel, Sony heeft heel veel ook gewoon alsof gewoon van PlayStation 1 tot en met nu 5 gewoon. Grap. Een paar games zijn natuurlijk uiteindelijk geremaked, denk ik. Misschien tussen de PS3 tot en met de PS5. Ik bedoel, ja, ik zag Demon's Souls. Ik vind het heel... Ik bedoel, ja, je haalt het voor excuses. In mijn geval, ik bedoel... Hey, ik had niet echt de kans om echt al die PS4 exclusives te kunnen spelen. Ik bedoel, het is nice dat het in zo'n fucking catalogus staat voor PlayStation Plus members. Ik bedoel, ja, je kan lekker ook nog online spelen. Shit. Ja, dat je moet payen voor online, dat moet echt afgeschaft worden. Maar fucking hell. Dus ja, bij mij is het gewoon... Waarom ik altijd gewoon... In video's en shit of luisteren dat ik zweet naar Microsoft, is het omdat ik de community van Sony heeft me gewoon geïrriteerd, man. Het is gewoon, het is getarnished, om het zo te zeggen. Het is echt, het heeft gewoon, ja. Personal grudges. Ja, het is gewoon dat ik vind de community niet meer, nee man. Ik wil niet per se gecanceld, maar het is gewoon, het is toxic. Dat is de beste verschil, het is gewoon toxic. Dit is echt iets wat, ja, er zijn natuurlijk mensen geweest die sowieso de PlayStation 5 en de Xbox Series X hebben blind gepreorderd. Natuurlijk. Net als Unbroken bijvoorbeeld. Oh shit. Ja, maar hij is ook een van de redenen waarom dat ik überhaupt geen PS4 wil. Of überhaupt een PlayStation. Het is... Voor heel veel mensen is het in principe wel makkelijk. Ja, kies een of de ander. Maar bij mij is het gewoon... Ik kijk dieper. Ik wil kijken van... Yo, wat kijk... Over die hangen, ik bedoel, shit, ja, Ratchet & Clank, een goede excuse, shit. Ik weet nu rambelijk een beetje, maar ik weet wel wat ik hier probeer te zeggen. Dit is een goede keuze. Of je bent iemand die een sterke PC hebt en je weet dat Nvidia een nieuwe videokaart heeft geannounced en gaat er die zo. Ik bedoel, als jij zegt van, nah, fuck die consoles. En ik bedoel... Ik bedoel, ja, die exclusive voor Xbox, ja, ze zijn ook op PC. Ja. Ik bedoel, ja, en als je iemand bent die geen sterke PC hebt, ja, dat is het wel kloten. Want dan moet je bijna onder de 2000 misschien moet je lakken of zoiets om eentje te bouwen. Met alles erop en aan. Dus ja, dat is een klein beetje een enge ding. Een enge aspect. Maar ik bedoel, niks is perfect en shit. Maar het ding is gewoon, Sony kan beter doen, man. Ik bedoel dat het is leuk gewoon al die exclusies, maar de quality of life dingetjes gewoon echt net als... Het is Microsoft hit juist de quality of life aspecten die mensen willen. Sony neelt gewoon alles wat te maken heeft met exclusies en shit. En dat het is iets van... Van grap, je zou liever eerst voor de exclusives moeten gaan dan quality of life. Maar het zijn eigenlijk best wel twee dingetjes die met elkaar clashen, in ieder geval voor mij dan.
If only they could fuse. Yeah. But no. The only fusion that ever happened. Nintendo and Philips. And their shitty console. En waarom nog denk ik? Ik bedoel, crossplay bestaat. Maar... Je weet niet... Niet je weet echt niet 100%. Een true fucking fusion. Ja, ik bedoel dat niet specifiek van fusion, maar gewoon dat je met elkaar kan spelen, al die shit. En de services moeten overheen lopen en dan heel goed toe. Eigenlijk, cosplay is eigenlijk makkelijk doen. Ik bedoel, ja, laat ze gewoon lekker samen rennen op dezelfde server. That's it. Maar, dit is iets om na te denken. Dit is echt gewoon food for thought. Gewoon... In principe, dit zal eigenlijk een rant zijn, dit shit, maar blijkbaar niet. Dus het is eigenlijk in het begin een rant. Het is nu even... Ik wil gewoon dat mensen nadenken voordat ze natuurlijk iets kopen. Ik bedoel, je moet sowieso nadenken. Godverdomme, we zitten in een recessie en shit. Denk je dat je in godsnaam 500, 400 euro moet, of zelfs 300, een console wilt besteden en shit? Nu, terwijl mensen juist niet genoeg geld hebben en shit. True. Like, bro. Moment. En het enge ding van Sony, ik ben bang dat er misschien een PS5 Pro komt. Maar dat is heel ver weg, denk ik nog. Dat is heel ver weg, maar... Ik denk sowieso, het gaat wel komen, maar ik denk... Het gaat ver. Ik denk misschien pas wanneer... Ik denk pas wanneer iedereen al die PS5 heeft gehaald of zo. Ja. En ding is wat ik constant zeggen, ik wil juist met jullie spelen en shit. Ja, dat is waarom ik ook zei van, ja, als jij Xbox... Ja, want ik bedoel, dat is makkelijk. Dan ga ik daar ook voor. Ja, want ik bedoel, het is maar, dat is 300 in... Het is misschien fucking voor HD of 1440p. Het zijn niks, je krijgt niks in games. Exactly. Maar Sony probeert wel een nasty spelletje te spelen. Dat geef ik toe. Sony probeert echt een nasty spelletje te spelen hier gewoon. Ik vind het, want kijk, de CXS, dat was niet echt geannounced. Was niet echt gepland gewoon announced. Dat ding was geleakt, gewoon heel hard geleakt. Ze hadden hele dingen gewoon klaarstaan. En iemand had gewoon de content gestolen en het geleakt op Twitter. Dus... That is sad. Ja, dat is wel, ja. Maar ja, ik zeg eerlijk, ik... Zolang ik niet met de toxic ass community hoef te spelen, dan... Ik denk dat ik dan... Oh, dat is heel stil. Fuck. Want het ding is ook, want dat ook met die Xbox Game Pass shit. Ik denk dat hetzelfde ding kan ook met deze gen gebruikt worden. Ik bedoel, jij zegt van, ah, fuck it, jij betaalt die 40 euro en jij zet je account op Red zijn Series S en dan heb je letterlijk gewoon hetzelfde catalogus. Dan kun je gewoon samenspelen, gewoon constant 24/7 wanneer jullie willen. En alweer, de ding is waarom, ik weet dat ik de laatste tijden haat heb voor de Switch, man. Nintendo maakt heel veel raar beslissingen. En ik kan niet tegen die graphics. Ik bedoel, ik snap de gameplay. De gameplay, de story. Maar de graphics. Ze moeten alle drie even zijn. Het kan niet eentje moet laag zijn. Die pilaren moeten allemaal gewoon. Niet perfect, maar gewoon dat. Dat loka van goede game gewoon hebben. Ik bedoel, ja, Nintendo zijn eigen games natuurlijk. Net als Mario Kart, Super Mario Odyssey. Ik bedoel, al hun games gewoon die echt gewoon gemaakt zijn voor de Switch en shit. Die zien er goed uit natuurlijk, maar het probleem is, denk aan derde partij games. Gewoon third party games. Ik bedoel, die dingen zien lelijk uit. Of, het is gewoon het is, in ieder geval bij EA is het in ieder geval zo vooral met FIFA en shit. Ja, is het de last gen van Jan? Ik ben echt gewoon fucking merken met die third party special. Vooral wanneer ik fucking foto mode doen in Xenoverse. Ik moet kapot spelen met die
settings missen, zodat die pics er passable uit kunnen zien. Ja. En ik bedoel, het is nice zo voor Nintendo. Oh, dat Witcher 3 werkt op de Switch. Maar dat ziet er nergens. Oh mijn god, dat is fucking disgusting. Dat is nee. It does not look good. Nee, fuck nee. Ik bedoel, ja, alweer, het bij Nintendo is ook eens altijd leuke exclusives. Maar op een fucking tablet. En ja, er zijn nu geruchten dat Nintendo heeft gezegd tegen developers. Yo, maak je game 4K ready. Dus er komt misschien een 4K Switch. Maar is het dan... Maar dan is het... Het is niet... Het heeft niet... Het is misschien 4K. Het kan 4K spelen of weet ik veel. Qua misschien 1440p zelfs. Maar is het dan next gen? Heeft dan die... Krijg dan developers... Gewoon bekende derde partij daarvoor een incentief om dan te... Om zulke grote games die de PS5 en de Xbox Series families krijgen op de Switch te zetten. En dat is een risky ding met de Switch. Ik bedoel, Doom Eternal is geannounced voor Switch, maar die mag God weten waar die is. Het beste wat er is aan de Switch ook is de prijs voor online. Ja, 20 euro. En, voor een jaar. Ja, voor individueel natuurlijk. En ik bedoel, ja, ik geloof even dat van hun veranderd. Vooral nu met Game Pass Ultimate. Het is 14 euro per maand. Of 15 zelfs. Ik bedoel, je kan online spelen en je krijgt een gigantische S-catalog. Want dat wil ik nog op de weer backwards compatible. Ik bedoel, ja, het is wel kloot. Misschien jullie halen de CSS. Ja, jullie krijgen de Xbox One S variant, maar met stabiele frame rate en shit. Maar tenminste spelen jullie wel games van Xbox One. Gewoon games die in principe al waren of zo. Hoe zeg je dat? Net bijvoorbeeld Halo Master Collection bijvoorbeeld. Oh ja. Yeah. Ik bedoel, dat gaat denk ik misschien toch wel upgraded worden of zoiets. Maar Sunset Overdrive. Ik bedoel, de game is misschien online misschien een beetje dood, maar misschien kunnen we er iets mee doen. Ik bedoel, het ziet er van uit. Ik bedoel, dat is fucking Ratchet & Clank shit. Ik bedoel, ja, Terraria, maar... Ik weet niet, Terraria doet heel lang geüpdate worden op de Switch. Ik wil het echt niet. Well, en het is een klein beetje zielig dat we 60 euro hebben verspild op... ik bedoel, we hebben 60 euro verspild aan Terraria. Ik bedoel, we hebben wel fun ermee, maar... Het duurt zo lang. Ik bedoel, terwijl PC al nu gewoon fucking de laatste update heeft, moeten wij constant wachten en shit. Ik denk consoles heeft zelf de laatste update al. Gewoon de andere consoles. Dan PC heeft wel de laatste update, maar het heeft nog niet echt alles. Ja. Ik bedoel Minecraft. We kunnen eindelijk Minecraft samen met elkaar spelen. Oef! Yeah. The CEO of racism. Ja, dingen is daar ook, denk ik. Hoe die fucking game die jullie console spelen? Denk ik maar Xenoverse. Nou, in ieder geval, daar ziet het fucking beter uit, godzijdank. True. En ik denk dat ze ook wat goedkoper. Want die game gaat denk ik constant 60 euro. Xenoverse of fucking Xbox met fucking voice. En dan krijg ik messages van mensen die me... Zeggen van, noob, I will clap you, bot. Stop. Ik bedoel, daar... Tenminste, ja. Als je daar een content uit wil maken, ik bedoel... ga je gang. Ik kan nog... Ja, dat zou wel leuk zijn. In ieder geval, er is een back. Er is een back catalog, eigenlijk. Gewoon, dus jullie... In principe, jullie hebben... Of wij, of mensen die de series... Ja, de series consoles willen halen. Er is niet. Wanneer... Oh, GTA 5 is zelf nog. In Game Pass. Dat was ik helemaal vergeten. Green Juice. Ja, besef dat. Ik bedoel, jezus, kijk wat voor... Ik bedoel, dat zijn ook games die we wel content eruit kunnen maken. Ik bedoel, van die standpunt denk ik ook van... kunnen mannen hiermee echt gewoon goede content en raar shit mee maken? Oh ja, de catalogus is gewoon fucking huge. Ik denk Enter the Gungeon was daar.
ja. En ik denk Borderlands, de collection denk ik of zo zelfs. Borderlands. Ja, en tenminste rent die daar zo stabieler. Ik weet niet, het is een heel gigantisch. Oh, weet, het is een gigantische back catalog. Bij de PS5, ja. Ja, je hebt ook een back catalog. Een exclusive is het gewoon natuurlijk met die PlayStation Plus shit. Maar je moet wel 400-500 lakken. Om erin te komen. En dan nog moet je nog PlayStation Plus natuurlijk payen en shit. Dat is denk ik 8 euro per maand. Wat niet eigenlijk erg is. En dan krijg je wel die games door. Ik ook. Maar jezus, het is wel redelijk duur als je het zo kijkt. Dit is lastig. Dit is heel fucking lastig om eerlijk te zijn. Wauw, dit is echt. Streaming on Xbox. Ja, dat is ook een ding. Ik bedoel, het hoort bij Game Pass over. Natuurlijk dat je kan streamen. Dat je. Ja, je een game kan streamen of zoiets. Sounds dope. Ja, dat je kan streamen naar je telly. Dat is dope. Ik heb het getest en er was niet veel latency en shit. Nou ja, het was een beta toen, maar het is nu red. Oh. Nanny, waarom zegt hij dit? Nee, er is niks fake of fout. Nee. Ah, soms doet het. Ach, OBS doet gewoon een klein beetje gek, denk ik, of YouTube. Ik zal zeggen, dit is echt iets om een weekje over na te denken. Want ik bedoel, ze deden heel fucking lang om. Ze deden gewoon heel lang om alleen die prijzen te announcen. Ze hebben het gewoon gedaan omdat dat een optie is gebeurd bij dingen, bij Microsoft. Dit is een goede vraag. En als ik over mijn standpunt gewoon vanuit mijn perspectief. Godverdomme, ik heb een fucking originele Xbox One. Dat ding is trash. Hoe mooi het ook eruit mag zien omdat het limited edition is, dat ding is trash. Ik bedoel, jezus. Welk ding? Mijn Xbox One. Trash is het. Ja, het is. Het mag misschien limited edition zijn, maar fucking hell, het rent niet goed. Het is heel gedateerd. Ik moet hem echt vervangen gewoon nu. Ja, dat sound bad. Want ik bedoel, jezus, Assassin's Creed Odyssey. Ik heb het bij Unbroken gespeeld omdat hij een One X heeft. In ieder geval Assassin's Creed Odyssey, maar in principe zijn het beide hetzelfde engine al die gedoe. Ik had serieus mooi SSD gewoon geplukt. En holy shit. Ik wist never dat die game zo mooi kon zijn. Ik was gewoon. Nee, het was echt. Er was geen dip. Gewoon alles was vloeiend. Het was gewoon. Het was dope. En. Ja. En hier kom ik ook weer terug. 120 fps. Dat gaat een treat zijn voor ons. Dat gewoon vloeiend, gewoon geen lag in. Die dingen laden heel snel op. En alweer, CSS heeft ook 120 fps. En mijn net een shit. Alweer, ik denk, wij zijn sowieso niet de mensen die in principe een tv gaan halen. Ik bedoel, ik heb natuurlijk wel een tv, natuurlijk een 4K tv, maar ik heb er eentje in principe nodig. Maar voor jullie in dit geval, jullie zijn gewoon echt gewoon letterlijk de prime candidate voor fucking Series S eigenlijk. Want jullie hoeven alleen in principe gewoon een nice monitor te halen en speelt daarop. Klaar, geen probleem. En misschien wel een speakers of zoiets. Ik heb boxes. Ja, kijk hier. Speakers.
Ja, maar ik bedoel, ja, koop een fucking nice monitor, misschien 24 inch. Misschien met 144 hertz, misschien. Ik bedoel, ja. Instead of TV. Ja, serieus, ik bedoel, oké. Hier heb ik al eentje omdat ik zat te loeren. Yeah. Ik zat te loeren op eentje. Het is niet alsof ik tv kijk of zo. Ja, daarom, dat is de bedoeling. Of een van de redenen waarom ze zegt, het is niet voor die mensen die in principe per se fucking Netflix gaan, of nou, in ieder geval, jawel, Netflix willen kijken gewoon op mooi scherm en shit. Maar die per se zeggen van tv en al die shit. Kijk hier, fucking 1440p, het is misschien VR.nl, mijn ding is even ook VR.nl, dat is niet erg. 144 hertz. Het heeft sowieso van HDMI. Ja, HDMI 2.0. Koptelefoon aansluiting. Mogelijk moeten jullie toch gewoon aansluiten via de controller, want dan kan je ook gewoon geluid in muziek luisteren. Want natuurlijk, Spotify is ook ja, op beide consoles, maar ja, je kan luisteren via de controller. Oh, en natuurlijk, een ding is natuurlijk, ja, vanwege het hele ding met die community shit, Discord bestaat. Yay. Om te communiceren. Yay. Indeed, so I don't have to hear people call me an N-word on Xbox. Ja, daarom. En ik wil ook, ja, content maken is ook wat beter. Wat gebeurt als jullie zo, ik heb geen zin in fucking dingen. Ik wil niet per se 40p. Ik wil gewoon een goede ass monitor hebben die gewoon nice is en snel. En ik wil gamen. Fuck it. 170 gamer. 170 euro. 24 inch. 144 hertz. En plus 300. En ja, plus 14 euro zoiets voor Game Pass Ultimate. Je bent in principe ready gewoon voor Next Gen. Als je een casual, of niet echt per se casual, maar gewoon... Als je gewoon goedkoper uitkomt en gewoon next-gen games wil spelen. En als je gewoon casual bent, koop gewoon maar gewoon... Je hebt hoogstaanlijk een tv. Koop gewoon die series S. Drop het gewoon ergens in de zware of zoiets dergelijks. Speel maar je FIFA of Fortnite en al shit. Weet ik veel. Gewoon de games die je wilt spelen. En het, ja... De series is gewoon aantrekkelijk. Maar ja, alweer. Jullie zijn meer de guys voor de series. Dus jullie willen gewoon gamen. Oh ja, en Kingdom Hearts is op dinges. Op Game Pass. Was ik vergeten. Alle drie? Vier, in ieder geval, die hele remix bullshit. Plus nog de derde game. Plus nog de derde game, dus ja. Now we're talking. Alweer Final Fantasy 15 is ook op Game Pass, ik bedoel, dat kunnen we samen zetten, dat heeft multiplayer. Oi, wat? Ja, Final Fantasy 15 had uiteindelijk het DLC gekregen voor multiplayer, dus ja. Yeah. Bro, kom uit eens van je grot, kill. Kom van je Batman cave. Hou je bek dicht, kill. morgen, ja. Oké, naar het slapen dan, laat ik het naar het slapen. Ik weet van, ja, er is een DLC eigenlijk komen voor Final Fantasy, dat je multiplayer kan spelen. Van de kant zo bij don't play on. Ja, toch? Nou, als je laptop aandoet en je zet dus tegen cyberbullies, druk je kabel met dit eraf. Kan niet, jongen. Ik denk mensen zijn snel genoeg om een Switch uit te zetten van dan fucking Xbox. That's all Switch has now. Fucking, ja. Goedkoop online. Ja, en dat is het, ja, en natuurlijk altijd die shit. Het is natuurlijk Nintendo. Nintendo heeft altijd de goede games. Maar we zien gewoon de decline gewoon van de derde partij gewoon bij dat. Dan natuurlijk dat ja, niet echt een haat heb op fucking Switch. Dus gewoon, ik ben bang voor dat. Gewoon dat de Switch, want ik bedoel,
Ja, ik moest natuurlijk mijn games verkopen, behalve natuurlijk Reds en Super Mario Maker. Maar het is zo... Ik weet niet, ik weet niet, de catalog van Switch, ik bedoel, ik bedoel, Pokémon, dat was ook een hele gedoe, dat ik dacht van, nee, DLC, oké, nee, ik wil mijn Pokémon gewoon volledig hebben. Met het is toen ik hoorde al van Pokémon Sword en Shield DLC en shit, dacht van, dat is hetzelfde als je de Giratina Arc of de Pokémon, de, laat zeggen, de Alpha Sapphire, zonder de Delta, had ik shit met Rayquaza weggehaald. Zoiets. Yeah. Maar op een grotere schaal, in principe. En dan, het is... De Switch, ik weet niet, man. Ik heb gewoon geen vertrouwen. Het voelt net alsof ik gewoon geen vertrouwen heb in die Switch. En waar momenten natuurlijk dat ik zeg gewoon van... Yo, ik ga legit gewoon die Switch verkopen. Maar voorraad de hele mama houdt me tegen. En er komt... What the fuck is it called? 3D Collection? De nieuwe Hyrule. Oh ja. Maar ja, ik weet niet. Je moet echt... Ik bedoel, je moet echt een... Die €60 kost. En die... Het is Hyrule Warriors. Het is Hyrule Warriors met een nieuwe story. Het is lek. En ik bedoel, ja, nice man. Voor fucking Zelda... Breath of the Wild 2 komt volgend jaar uit, man. Ja, maar het is maar dus een prequel van met dezelfde fucking map. Het is tenminste wel wat. Anders. Maar het is geen... Hyrule Warriors. Het is geen Zelda game. Gewoon liever Fire Emblem Warriors. Oh, en de ding is ook van wat we nog op Xbox kunnen spelen, omdat toch al die fucking Xbox One games werken. We kunnen fucking Tears of the Kingdom spelen. Je hebt het nog steeds over Canis. Oh, en zo'n Transformed. Ik bedoel, ja, het is de Xbox 360 game, maar het is backward compatible natuurlijk. Ik haat Sonic All-Star Racing Transformers op de Wii U. Ik haat het. Ja, dan ook. Het is neckbreaking. Want, hier komt nog een ding. Wat Sony heeft al flak voor dit gekregen. De accessoires van Xbox One werken op de series consoles. En ook de series consoles accessoires werken op de Xbox One. Dus als je... No. Dus in principe voor mij, als ik een series ik koop, dan heb ik... Nou, dan heb ik in principe... Vier controllers... En eentje die niet werkt, die ik moet nog repareren. Dank jullie. Ja, ik vind het nice. Ik bedoel, tenminste kan ik leren om te solderen en shit. Dan heb ik tenminste Ik bedoel, als we content kunnen maken... En het is toevallig misschien een game op de PC of zo. Of echt gewoon een game die je niet kan vinden op een console. Dan poelen we op naar mij natuurlijk. En dan alweer, ik heb die Xbox dongle shit. Dan synken we onze controllers erop. En dan spelen we de game. Oh ja, nog een wat was die game die we zo graag met die... Dat we constant speelden met die bullshit. Je Brutalito League. Ja. Beide versies zijn ook op dingen. Zo, ik zeg gewoon, backward compatible, werkt gewoon. Dit bedoel ik, er is in principe een hele catalogus van gewoon... Little League Blaze. Oh my god. In principe... Er is iets om ons zoet te houden, gewoon in principe, om het zo te zeggen. En natuurlijk ook de reden van met spelen met vrienden is 10 keer beter. Dat ook, maar zelf, gewoon als je iemand bent die singleplayer shit, ik bedoel, of gewoon alleen wilt spelen shit. Hey, je hebt een hele catalogus om te gaan dingen, gaan checken en shit. Dus, ja. Ik bedoel, heb ik nog een game in mind? Ik bedoel, in principe, ik heb al GTA 5 gezegd. De game. Ja, ik bedoel, we kunnen Gears of War spelen. Ik bedoel, die games zijn er allemaal. Dat is ook leuk om te spelen, co-op. En ik denk dat het werkt ook wat bit. Ja, in ieder geval op de CSX, denk ik.
Oké, zei al heel lang. Ja, klopt. Het, ik weet niet, Forza is niet echt een game die we samen denken willen spelen. Ik bedoel, het is maar auto's rijden en shit. Ik bedoel, ja, je kan... Je kan me net toch ook niet voor speed geven. Ik bedoel, het is, je kan wel tenminste, wow, je droomauto, maar dat... Ja, ik ben echt het type van, oh, ik wil mijn toekomstige auto, als ik ooit bedoeld word en shit, die wil ik. Geef me dan liever gewoon niet voor speed of zo. Oh, in Game Pass Ultimate wordt EA zijn fault shit ding, wordt ook ingevoerd. Niet voor speed heat zit erin. Was die ene met die kopstok? De laatste die ik heb gehaald op PC. Oh. Die gekke, die nieuwe reactor. Maar nee, die niet voor speed met politie was Hot Pursuit. Oh, Hot Pursuit wordt geremasterd. EA doet gewoon lastig met de release datum of zoiets. Maar er komt een remaster. Het wordt denk ik geaimd op deze generatie consoles nog. Maar alsnog, het gaat gewoon werken. Now we're talking. Die Star Wars game, niet Battlefront natuurlijk. Battlefront zit er ook natuurlijk in, maar Battlefront 2 is heel... Battlefront 2 is heel goed geworden. Maar die singleplayer game, die Jedi Order die heel goed is, die zit ook in die catalog shit. Dus alweer, er is iets... Oh ja, natuurlijk voor de air worden. Ja, FIFA. Nope. Nou, daarom zeg ik voor de airwoorden of de casuals, ik bedoel... Als ik echt een sportgamer wil, dan is het geef me dan liever FIFA Street. Ja, of NBA Live tenminste. Oké, ja. NBA Live zit er denk ik wel in. Speel ik liever FIFA Street. Oh boys, laten we Anthem spelen. Valt dood. Grappig genoeg, Anthem krijgt binnenkort de 2.0 update, maar niemand weet wanneer. Het komt eraan. No. Is het still trash though? Ik weet niet. Niemand weet. Er wordt gewerkt op een 2.0 update. Maar niemand weet wat het is in principe. Ja, yeah, I don't know, but that is it kind of sounds kind of sus. Oké, kijk. In dit geval, ik kijk nu naar Samsung, maar dat wordt wat gebeurt als AOC zet, LG. Daarom blacht hier dus juist alleen maar 2.0. Erg? Ik dacht dat... Oh ja, het is 2.0. Maar ja, dat zou je in principe ook kunnen spelen. Dus... Ja, want ik denk dat viel onder Game Pass. Hebben ze Castle Crashers op de dinges? Castle Crashers was uiteindelijk geremasterd. Ik denk dat het was iets met dat Switch het eerder had gekregen of zoiets. Ik kan niet meer. Ja, Switch had het eerder gekregen. En toen kreeg het uiteindelijk de consoles. Ja. Ik bedoel, met Jezus, 2 HDMI. Ik bedoel, als je heel snel fucking alsnog je Switch wil spelen, ik bedoel, hoek ze allebei erop en makkelijk. En als je nog een PC haalt, ik bedoel, of uiteindelijk een PC bouwt, je hebt de DisplayPort. Hoeveel? €155 en het is 144 Hz. Dit is... Ik alweer. 300 plus €14 plus €155. Je bent gewoon direct set. En dat is wel chill tenminste voor mensen die de Series S willen halen. En gewoon zo makkelijk mogelijk erin wil komen. Want ik die fucking dingen, de Series X hoogstaandig wil halen. Ik moet hoogstaandig een fucking nieuwe tv willen kopen. Met alle snuffers en shit. Zodat ik gewoon de ultimate experience bullshit kan krijgen. Want ik weet dat ik zo groot in Fusion ben. Ultimate life form. Maria, this is what I became. This is the game you wanted, right? Maria, I can finally play on the Xbox Series X with everything on. Is this what you wanted? Godverdomme. Ik weet helemaal niks over de current Minecraft. Oh, dat kun je maar... Minecraft is zo zwaar geupdate, constant. Ja, ik weet helemaal niks er meer over. Ik weet niet wat de laatste update was. Het heeft iets langer met Nether of zo hadden ze geupdate. Ik heb wel gehoord van er zijn spears en er is een underwater tempel en zo.
En oh ja, de onderwatertempels, dat is denk ik gewoon met aqua shit. Fucking villagers en zo. Oh ja, natuurlijk, ja. Ik ga niet dood, telefoon. Allee, dit is de hoogstand van TV voor mij fucking 1350. En dit doet alles wat ik wil voor de serie, maar ik heb in principe, ik ga nog niet de nieuwe tv halen en shit. Misschien over 2 jaar of zo. Wanneer het lekker goedkoop is en shit. Maar ja, dat is het, elke cyclus met de nieuwe console lijn. En het is nu toevallig gewoon, in ieder geval met deze lijn, ik bedoel, je hebt eindelijk iets dat je denkt van, ik hoef niet zoveel moeite te doen om het te kunnen spelen, om klaar te zijn om te kunnen spelen en shit. Ik hoef niet mijn TV te kalibreren. Ik wil gewoon fucking dat ding spelen. En daar heb ik heel veel respect voor de Series S. Dat er bestaat. En ik bedoel, ja, ik bedoel, ik ben letterlijk degene, want omdat degene die een Series, ik hou van mijn discs, man. Ik bedoel, shit. Ik bedoel, ik heb heel veel games nog op het fucking disc staan. Ik bedoel, en ik hoop nog op een dag. Alsjeblieft, Michaels, laat iemand, contacteer iemand van Sega. Laat Sonic 06 werken. Ik wil het spelen. Ik wil niet mijn 360 uit de kast halen. Hey, ik ben uit de kast gekomen. Ik had toch die fucking andere versie ervan spelen. Die fucking fanversie. Ja, maar... Kom op. En diegene heeft toevallig nu een pauze genomen. Omdat hij een gigantische update had. Dus in de volgende update gaat die Shadow erin zitten. Schaduw de egel. Ik bedoel, van Microsoft is het... Yo, vraag iemand. Maar maak deals en shit. En zeg van, oké, het werkt. Zo moeilijk is het niet. En ik hoop ook dat een... Want ik heb nog steeds één Tony Hawk game nog. Project 8. Ik heb niet veel van gespeeld, omdat die game al best wel klein... Het was destijds misschien was het voor me heel erg... zeg dat... ingewikkeld hoe je trucjes moet maken en shit. Hey. Oh ja, Tony Hawk. Ik denk dat we Tony Hawk kunnen spelen met Multiplayer, maar dat valt niet onder Game Pass. Oh my god, Tony Hawk. Maar dat is ook weer die shit. Ik bedoel, één van jullie kan zeggen van joh, laten we Tony Hawk halen. Oké, okay, de game is misschien €50. Ah, bijna 25 gelakken. Ah, op wie zijn account gooien we? Makkelijk. Jullie twee hebben het gewoon. Klaar, simpel. Gedropt. Kan, dus ik wou dat het al zaterdag, vrijdag. Dit is voor mij niet bedtijd. Ja. Weet je wat, ik denk dat ik... Ik ga denk ik nog heel veel over nadenken. Ik wil heel graag Series X. Ik denk dat ik echt gewoon voor de Series X ga. Ik denk dat ik gewoon misschien allemaal... Ik denk dat gewoon alles. Dat ik misschien mijn PC-upgrade ga cancelen even. En dat ik gewoon de Series X ga halen. Het is een moeilijke besluit, want ik bedoel. Ja, ik bedoel, ik krijg toch fucking €2000, maar. Ik bedoel, een stuk van dat moet de schuldeiser. Dan ben ik ook af met die schuldeiser. En intussen heb ik een nieuwe console voor de fucking november. Ja? Yeah. Het is nog 2 maanden te gaan, ik bedoel. Ik kan nog steeds sparen voor dingen en shit. In november komt nog Cyberpunk. En ik weet niet, jullie kunnen ook of zijn nog sparen voor fucking dingen. Nog voor Series S. Oh ja, Cyberpunk komt nog. Ja, Cyberpunk krijgt dingen. Krijgt al een next-gen variant. Ja, nu next-gen versies. En het is dat bij... ja, ook in PlayStation denk ik. PlayStation heeft ook zijn eigen fucking manier om het te doen. Maar als je bij sommige Xbox One games, als je bijvoorbeeld de disc erin gooit, of je hebt het gekocht gewoon digitaal, dan krijg je automatisch de Series S en X varianten. Dus je wordt automatisch geüpgraded. En ik weet wel, ik wil niet fucking Cyberpunk spelen op deze Xbox, dat wil ik echt niet. Ja, ik zelf als boys, ik zelf ga gewoon vanuit omdat de koopzang de Series X halen. Oei. Series X. Ja. Yeah.
Canis. 300. Maar ja, holy shit. 22 minuten gewoon geluisterd. Oké. Okay. In ieder geval. Iedereen, dankjewel voor het kijken. Nu moet ik denk dat die thumbnail gaat veranderen naar main show en post show discussion. Ja. Ik moet de titel denken van. Ja, ik ga veranderen. Ik kan het nu doen. Post. Wacht, plus. Nee. Ben ik retarded? Post show. Discord. Oh, wauw, ik heb verkeerd getypt. Ik heb het goed getypt. Zo'n die woordenboek shit. Ik heb het gewoon goed getypt. Ik kan nog wel Engels. NL. Ja. Dus. Iedereen, dankjewel voor het komen kijken. Subscribe als je het leuk vond. Hey, like als je het liked. Die andere kon opwekken ook als je het niet mee eens bent. Ben je discussie aan? En houd het civiel? De comment section is daar voor jullie. Subscribe for more and eat your greens. Oh ja, en meer content komt eraan. Het gaat niet alleen livestream zijn. Bye! Wait.